Zoals ik al bij het welkom zei, zijn we 2 weken geleden begonnen met een nieuwe preekserie over de ontmoetingen die Jezus heeft met mensen. En soms zijn het meerdere ontmoetingen met 1 persoon die in de Bijbel beschreven staan. En elke ontmoeting heeft dan een bijzondere openbaring en leidt naar een bepaalde fase van geestelijke groei. En over die ontmoetingen met Jezus en die uitwerkingen daarvan in het leven van Petrus, daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Het zijn verschillende fases in geestelijke groei. En wat gebeurt er eigenlijk in een leven dat je zo ver komt dat je heel ingrijpende keuzes gaat maken voor je persoonlijk, voor je huwelijk en voor je gezin. En dat de woorden die Jezus tegen Petrus zegt in Johannes 21, vers 19, het zijn maar 2 woordjes... Dat zegt, hij zegt dan, volg mij. 2 woorden die voor hem genoeg zijn. En je zult waarschijnlijk in het leven van Petrus veel overeenkomsten herkennen van wat een gelovige die de Heer Jezus echt lief heeft en wat voor keuzes dat hij gaat maken. Maar hoe komt het nu dat Petrus op een gegeven moment alles achter zich laat? Ik heb vorige week of 2 weken geleden, zeker degenen die die dienst hebben meegemaakt of hebben geluisterd op internet, heb ik een voorbeeld genomen in die eerste preek. En dat ging over een acrobaat die over de Niagara vallen een kabel spande. En die daar, zeg maar, veel mensen waren aanwezig, dat was ook aangekondigd. En die liep, zeg maar, over dat koord naar het midden toe, at daar zijn lunch op, kwam weer terug. Toen pakte hij een fiets en ging die fietsen die over die kabel. En de mensen die waren ontzettend onder de indruk van wat die acrobaat allemaal kon. Toen vroeg hij aan allegenen die daar aanwezig waren, geloven jullie dat ik met een kruiwagen over deze kabel kan? Ja, geloven jullie ook dat ik met een kruiwagen met 90 kilogram over deze kabel kan? En iedereen geloofde dat. Iedereen was daar overtuigd. Iedereen had gezien wat dat voor mogelijkheden waren. En wat voor een indrukwekkende vaardigheid deze man had over die kabel van de Niagara vallen te lopen en met een kruiwagen te gaan. Dus iedereen zei ja. Toen deed hij een uitnodiging. Toen zei hij, wie van jullie wil dan in de kruiwagen gaan zitten? En toen was geen enkele gegadigde was eigenlijk bereid om in de kruiwagen te gaan zitten. Ze hadden alles gezien, ze geloofden alles wat de man kon. En toen de uitnodiging kwam, was niemand bereid om daarin te gaan zitten. Ik heb dat voorbeeld genomen omdat in het leven van een christen kan het zo zijn dat je alles gezien hebt en alles van Jezus gelooft. En voorbeelden in je omgeving hebt waar mensen echt hem volgen. En jij gelooft dat ook allemaal, totdat je de uitnodiging krijgt, volg me dan. En daar gaan we over nadenken. Daar gaan we over nadenken, hoe kan het nu dat iemand tot die totale overgave komt en dat het genoeg is om zijn leven volledig aan de Heer Jezus toe te vertrouwen. Dat die 2 woorden, volg mij, genoeg zijn om die stap ook te zetten. En ik wil met jullie eerst een gedeelte lezen over die eerste ontmoeting, dan bidden en dan gaan we samen erover nadenken. Dat is Johannes 1, vers 35 tot en met 43. Als je een Bijbel bij je hebt, dan zou ik je willen vragen om dat op te slaan. Meerdere teksten heb ik wel op sheet staan, maar langere gedeeltes, sommige langere gedeeltes niet. Johannes 1, vers 35 tot 43. De volgende dag stond Johannes daar weer met 2 van zijn discipelen. En de Johannes, die hier genoemd wordt, is niet de evangelist Johannes die de evangelie heeft geschreven, maar dat is Johannes de Doper, waar we 14 dagen geleden over hebben nagedacht. En toen Johannes de Doper Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de 2 discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden,
zei hij tegen hem, wat zoekt u? En hij zei tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Jezus zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10:00. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Vader, we willen nadenken over het leven van Petrus, maar ook dat uw woord echt een spiegel voor ons mag zijn, dat we ons daarin zelf echt herkennen en weten waar we staan in de relatie met u. Ik wil u zo bidden dat u echt wilt spreken door uw Heilige Geest heen, zoals u door de liederen sprak, die allemaal betrekking hebben ook echt op die diepe genade, dat we soms kunnen afdwalen, soms ons tegenvallen, zoals dat ook bij Petrus zal zijn. Maar dat we echt mogen zien met hoeveel genade dat u naar ons kijkt. Dat we mogen groeien in die genade en in die kennis van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, wil u zelf spreken door de woorden heen. Wil u met uw Heilige Geest onze hart raken en van binnen uitwerken. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen. Het begint altijd met een eerste ontmoeting. In de Bijbel zie je dat het vaak begint met een eerste ontmoeting. Het gaat, in deze preekserie zie je dat de eerste ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus was echt heel bijzonder. We zullen dat straks ook zien bij Nicodemus. Die eerste ontmoeting van een schriftgeleerde met Jezus. Of van een Samaritaanse vrouw die de eerste keer Jezus ontmoet. Of een rijke jongeling die de Heer Jezus de eerste keer ontmoet. En hier zie je eigenlijk dat de Bijbel ons laat zien hoe die eerste ontmoeting van Petrus met Jezus tot stand komt. Het is zo bijzonder dat er staat dat Andreas, zijn broer, die volgde Jezus al, die had gezien en hij zei, we hebben gevonden. En hij zocht naar Petrus. Nou, ik vind het al heel indrukwekkend dat een broer, dus je eigen lijfelijke broer, dat hij je zoekt. Dat hij op zoek gaat naar jou. Ik denk dat hij het geweten heeft waar hij was, maar dat dat een hele diepe indruk maakt van, ik ga je nu meteen zoeken, want ik heb iets gevonden wat ik met je wil delen. En toen bracht hij, Andreas leidde hem tot de Messias. En hij zegt, we hebben gevonden. En hij leidde hem tot Jezus. En Petrus heeft dan die eerste ontmoeting. En dan kijk je Jezus, Petrus aan en zegt, u bent Simon. Ik vind het heel erg bijzonder. Er staat geen kennismaking, maar Jezus wist wie hij was. En dan zegt hij, jij bent Simon, de zoon van Jona. En nu krijg je een nieuwe naam, Kefas, wat betekent rots, of Petrus. Hij krijgt een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. En dat is het begin. Weet je, de eerste ontmoeting met de Heer Jezus begint met een relatie. Je ervaart dat hij je door en door kent. Je hoeft je niet zelf te voor te stellen. De Heer Jezus, als je komt en hem echt zoekt, dan zegt hij, jij bent Miel. En je krijgt een andere identiteit. En dat is zo bijzonder, dat hij dan, het begint eigenlijk steeds met een relatie. En Andreas zegt wel, ik heb gevonden. Maar eigenlijk kun je zeggen, hij werd gevonden. Zoals Petrus gevonden werd en zoals wij gevonden zijn. En wat heeft hij gevonden? Het lam van God. Johannes de Doper had Jezus geopenbaard als zijnde, hij is het lam. En je krijgt in die eerste ontmoeting een nieuwe identiteit. Dat is bekering en wedergeboorte. Of wedergeboorte en bekering. Ik zal daar dieper op ingaan bij de ontmoeting met Nicodemus, wat dat eigenlijk wat dat betekent, een wedergeboorte.
En dan komt er, dat is de eerste fase, dat is, een mens moet komen tot een ontmoeting met Jezus en dan echt diep ervaren, hij is het lam van God en vindt er een nieuwe geboorte plaats. Een nieuw leven begint er met Jezus. Eerst afgewend van Jezus, niet wetende wie Jezus is, en dan een ontmoeting met Jezus en die openbaring dat hij het lam van God is. Dan komt een tweede ontmoeting. Het is een hele bijzondere ontmoeting. Ik ga met u met verschillende ontmoetingen ga ik eigenlijk met u doorheen. En u ziet dan ook in die ontmoeting dat dat verschillende fases zijn. De eerste fase is eigenlijk dat hij Jezus ontmoet. En daarna gaat Petrus gewoon weer aan het werk. Hij heeft een vissersbedrijf. Hij gaat weer vissen. Sommigen denken dat dat op het eerste moment al meteen een ontmoeting is en dat hij alles achter zich laat. Dat is niet waar, dat is niet juist. Hij begint weer met vissen. Zo, je blijft in je beroep en je bent, zeg maar, bezig met hem, maar je blijft in je beroep en je hebt de Heer Jezus ontmoet en je hebt een nieuwe identiteit. Maar dan komt er een tweede fase in het leven van Petrus. En dat wordt dan beschreven dat Petrus, zeg maar, er een grote menigte is. In Lucas 5 vind je dat. Er is een grote menigte die aandringt op het woord van, om het woord van God te horen. Bij het meer van Genezaret. En de Heer Jezus die ziet daar twee schepen van vissers aan de oever van het meer. En die zijn op het moment de net aan het spoelen. Ze zijn erg teleurgesteld, want ze hebben niks gevangen. Jezus gaat dan aan boord van dat ene schip. Een van die twee schepen kiest hij uit. En in het schip waar hij instapt, is het schip van Simon. En Simon vraagt hij om op water op te gaan en vanuit dat schip onderwees hij de menigte. En toen Jezus ophield met preken, toen vroeg hij aan Petrus, ga naar diep water en gooi nog eens je netten uit. Petrus was moe. Hij had de hele nacht niets gevangen. Het was niet een geschikte tijd, het was niet de geschikte plaats, maar dan zegt hij op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, maar op uw woord, omdat u het zegt, en op uw woord zal ik het net uitwerpen. En ze vangen zoveel vis dat de netten scheuren. En dan gebeurt er in Lucas 5, vers 9, dat hij voor de Heer Jezus zeg maar op de knieën valt. En dan zegt hij, ga weg van mij. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En Jezus antwoordt hem, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden hem. En dan staat er, vanaf die tijd was Petrus voortdurend bij hem. Wat je hier ziet gebeuren in de omgang met de Heer Jezus, hij heeft de Heer Jezus ontmoet, is diep onder de indruk, hij is het lam van God, hij heeft een nieuwe identiteit gekregen. En dan zie je dat hij Jezus meer en meer leert kennen en op dit moment ziet hij de heerlijkheid van Christus. Op dit moment is er een diepe openbaring in zijn leven dat hij zegt dat hij de Heer Jezus niet wil volgen om wat hij van hem gehoord heeft. Hij wil hem ook niet volgen wat hij alles kan ontvangen. Want er waren enorme beloftes dat de Messias was gekomen, heb ik bij Jonas de Europa uitgelegd. Dat er echt een verwachting was dat het koninkrijk zou komen. En dat speelt ook straks een rol bij Johannes en Jacobus, dat ze naast Jezus willen gaan zitten als hij regeert. Dus er waren heel veel beloftes. En zo kunt u ook in uw leven de Heer Jezus volgen om datgene wat u van hem kunt ontvangen. Maar hier gebeurt iets dat hij ziet wie Jezus is. Hij ziet, hij is de Messias. Hij is mijn Messias. En hij legt dan die heerlijkheid die zich dan openbaart. Dat heeft het gevolg daarvan dat de Petrus voortdurend eigenlijk bij hem is. Ik vind het toch eigenlijk bijzonder. Je kunt niet lauw zijn als je een echte ontmoeting met Jezus hebt gehad. Je kunt niet in die lauwheid zijn dat als hij zegt dat hij de Zoon van God is, dat hij de Messias is en de Verlosser is,
dan kan u dat niet zeggen, oké, ik heb het gehoord en ik ga weer met de alledaagse dingen aan de slag. Dat moet een diepe impact op je leven hebben. Dat moet gewoon een hele diepe impact. Want of hij is een fantast, of hij is daadwerkelijk de Zoon van God. En er is een reactie die moet komen dat hij, dat er in feite, zie je eigenlijk, er is een andere gedeelte in waar ook over een wonderbare visvangst wordt gesproken. Maar dan valt hij voor de voeten van Jezus neer en dan aanbidt hem. Dan zegt hij, u bent waarlijk de Zoon van God. En hier zegt hij, dan wordt hij zo geconfronteerd met zijn eigen zondigheid, dat hij zegt, o Heer, ik ben niet waardig met u op te trekken. Wees mij genadig. En zegt hij hier van, ik ben een zondig mens. En vanaf die tijd was Petrus voortdurend bij hem. En dan komt een derde fase. Die derde fase, dat is de roeping tot een bediening. De roeping tot apostelschap. Die roeping van dat hij voortdurend bij hem is, heeft zijn uitwerking dat Jezus dan op een gegeven moment de berg op gaat, hij zich afzondert en dan een nacht gaat bidden. En dan wordt op die dag, als hij dan 's morgens roept hij de discipelen bij zich en dan kiest hij er 12 uit. En de eerste die genoemd wordt is Simon, die Petrus genoemd wordt, de broer van Andreas. En Marcus 3, dat geeft antwoord op de vraag waarom wij discipelen zijn, waartoe wij geroepen zijn, laat ik zo zeggen, waartoe wij geroepen zijn. Hij wordt hier geroepen in een bediening. En ik weet dat ik dit voorbeeld, wat ik u nu laat zien, regelmatig laat zien. Maar ik wil het ook steeds regelmatig laten zien, totdat het echt de impact heeft in uw leven, die eigenlijk van dat vers ook uitgaat. Want er staat in Marcus 3, onder andere, laat de tekst maar zien. En hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde, en zij kwamen naar hem toe. En hij stelde er 12 aan om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om zieken te genezen en demonen uit te drijven. En we komen in de verleiding om, zeg maar, iemand te willen zijn, dat de identiteit van ons uit de bediening komt. De nadruk wordt dan gelegd dat de apostelen geroepen zijn en bekwaamheid krijgen voor prediken, macht hebben om zieken te genezen, demonen uit te drijven, dat je geroepen bent als voorganger of een oudste in de rol van voorganger om te preken, te hoeden, te beschermen, te voeden en alles wat daarbij hoort, dat je een zichtbare podiumbediening hebt en dat je denkt dat je het verschil kunt maken. En meestal valt niet op waar het hier om gaat. Wie weet wat ik heb weggelaten? 1 vinger, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik zal het zo vaak herhalen totdat ik in de zaal zit dat iedereen de hand opsteekt. Want daar gaat het namelijk niet om in deze tekst. Laat de tekst maar in de volledigheid zien. Er staat, en hij klom de berg op en riep bij zich wie hij wilde en ze kwamen naar hem toe en hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Om bij hem te zijn. Dat is de eerste roeping dat de apostelen bij hem zijn. En dat ze hem dienen om hetgene wat wie hij is. En weet u, een bediening die volgt pas als je bij hem bent. Dan krijg je een mandaat. Het begint niet dat, ik zeg wel eens dat de Heer Jezus heeft veel werkers, maar weinig aanbidders. Het gaat om die diepe, vertrouwelijke, bijzondere omgang met hem. En wat daaruit volgt, is dat hij je ook roept om in een bediening te staan.
En weet je, dan komt die vierde fase. En daar wil ik iets langer bij stilstaan. Dat is zo indrukwekkend wat ik nu ga vertellen. Omdat we te maken hebben met vorming en vorming naar het beeld van Jezus Christus. En met totale overgave. Er is een vierde fase die begint met een ontmoeting die Petrus heeft op het strand met de Heer Jezus. En die ontmoeting die staat beschreven in Johannes 21. En we lezen dan Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Toen zij de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. En hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houd u van mij. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houd u van mij. En om te begrijpen wat hier, wat de Heer Jezus hier doet, moeten we niet vergeten dat Petrus heel ernstig gefaald heeft. Hij had gezegd: Al zou iedereen u verlaten, als zou iedereen u in de steek zou laten, ik zou dat nooit doen. Hij zegt in Johannes 13, vers 37 onder andere: Zelfs als het tot de gevangenisstraf of tot de dood zou leiden, mijn leven zal ik voor u geven. En nadat Jezus was gearresteerd, waren alle discipelen gevlucht. En Petrus kreeg drie keer de openbare vraag gesteld, opvallend, ook bij een kolenvuur, of hij een discipel was van Jezus. Je kunt die geschiedenis in Johannes 18, vers 15 tot 27 lezen. En drie keer verloochende Petrus Jezus, en de derde keer is het zelfs dat hij zichzelf vervloekt in een blinde paniek. Dat vindt hij in Markus 14, vers 71. En Petrus probeerde zich daarmee te redden, en de derde keer hoorde hij de haan kraaien. En toen drong de harde waarheid tot hem door. Hij was niet een discipel die alles wilde opgeven. En de vraag is gewoon: was er dan een weg terug? En Jezus toont Petrus hier een weg terug. En daarmee ook een weg terug voor u als u twijfelt. Jezus bracht Petrus bij een kolenvuur. Dat kolenvuur, dat komt twee keer voor in de Bijbel. Het woord kolenvuur. De eerste keer als Petrus Jezus verloochent, drie keer verloochent, bij een kolenvuur. En nu is er een ontmoeting op het strand. Je zou denken: we verzamelen wat hout en maken wat vuur. Nee, dat zijn kolen. Waar ze vandaan komen, weet ik niet. Maar het is een kolenvuur. En Jezus brengt in die ontmoeting op het strand, brengt hij Petrus terug in een situatie van enkele dagen geleden. En hij vraagt Petrus drie keer of hij van hem hield. Even vaak dat Petrus Jezus verloochend had. Dat is niet een poging om hem te vernederen, maar Jezus brengt hem terug in de situatie bij het kolenvuur en leert hem naar zichzelf te kijken. En dan begint het met, dat gesprek begint met het volgende. En altijd als een gesprek begint, let dan op de eerste zin. Jezus zei tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Ik heb thuis een schilderij. Ik had het eigen moeten fotograferen. Daar staat die, heb ik ontvangen toen we zo lang in de bediening stonden. En dat is een prachtig schilderij. Dat is dit tafereel. En dan zie je de discipelen
rondom dat kolenvuur zitten en Jezus ontmoet Petrus. En hij vraagt aan Petrus, heb je me meer lief als deze? Heb je me meer lief als deze apostelen? En waarom komt die vraag? Jezus duidt erop, heb je me meer lief als deze? En dan duidt hij op de discipelen. En hij brengt hem in de situatie terug waarin hij beleed, al zou iedereen, en er waren ook discipelen bij, als iedereen aanstoot aan die neemt, ik niet. Ook al zou het betekenen dat ik de gevangenis in ga. Ook al zou het betekenen dat ik de dood, dat ik mijn leven moet geven. Ik heb u meer lief als deze. Ook al zou iedereen aanstoot aan nemen, ik niet. En wat er dan gebeurt, dat is dat Petrus, vandaar de vraag dat Jezus hem vraagt, heb je mij meer lief als diegene die mij ook lief hebben? En die identiteit van Petrus is geworteld dat hij steeds beter is als anderen. Petrus baseert zijn identiteit, en dat is een hele belangrijke wat ik nu zeg, Petrus baseert zijn identiteit op zijn liefde voor Jezus. En niet op de liefde van Jezus voor hem. Ik zeg dat nog eens. Hij baseert zijn identiteit op zijn liefde voor Jezus. En niet op de liefde van Jezus voor hem. En door dat te denken is er een groot onvermogen om te zien wie je zelf bent. Ondanks alle waarschuwingen van Jezus zag Petrus niet het grote gevaar wat hij liep. Waarom niet? Hij baseerde zijn eigen waarde op dat hij zo dapper was, dat hij zo moedig was, dat hij zo trouw was. En als je dat denkt, dan moet je uitsluiten en ontkennen dat er momenten zijn in je leven dat je niet dapper bent en niet moedig bent en niet trouw. En dat is gevaarlijk. Het tweede gevolg is dat mensen die beter zijn als jou, dat die vijanden worden. Weet je, dat is een fenomeen wat ik ook in mijn werk soms heb gewerkt. Als je je identiteit baseert dat je beter bent dan anderen, en er komt iemand, een collega, die, en ik zag dat regelmatig in mijn werk, dat iemand was subliem op een bepaald gebied, en daarvoor was hij ook echt de beste, werd erop gewaardeerd, werd erop bewonderd. En op een gegeven moment komt iemand die beter is, en dan komt je identiteit in gevaar. En wordt die collega niet meer de collega waar je van kunt genieten, omdat hij iets kan en beter kan als jou, maar wordt hij een vijand. En Petrus is ook de enige die geweld gebruikt bij de arrestatie. Want waardoor komt dat? Je bent de meest vurige discipel van je idool. En dit idool komt in gevaar. En dan pak je de zwaard en hak je iemand het oor af. Je identiteit wordt bedreigd. De trouwe discipel en volgeling van Jezus doet precies het tegenovergestelde wat Jezus zou doen. Je identiteit wordt bedreigd en het gevolg is vijandigheid. Weet je, om onszelf te bewijzen dat we beter zijn dan anderen, moet iemand anders slechter zijn. Dat is dat klassieke voorbeeld van de man die bidt in die gelijkenis die Jezus vertelt. In Lucas 18, vers 11. De fariseer stond daar en bad bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook al deze tollenbar. En je gebruikt anderen om jezelf een oprechte en zuivere identiteit te geven.
Je schept voor jezelf een nobele, oprechte en goede identiteit doordat je je afzet tegen anderen die veel slechter zijn dan jou. En daarmee word je afhankelijk van de anderen. Wij zijn baptisten. En we geloven beter als de Pinksterbroeders. We geloven veel beter als de Rooms-Katholieke mensen die Christus kennen. Want zij... En vul het maar in. Dan volgt het herstel. In Johannes 21, vers 17 tot 19 staat het volgende. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd u van mij. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, weid mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En na dit gezegd te hebben, zei hij tegen hem, volg mij. Drie keer wordt hij gevraagd naar zijn liefde, voor elke verloochening één keer. En het bijzondere is dat Petrus zich niet verdedigt. Hij wijst ook niet op zijn grote daden. Hij zegt eenvoudig, Heer, ik houd van u. Ik weet dat ik u drie keer verloochend heb, maar ik verlang nog steeds naar die liefdesrelatie. Ik weet dat ik gefaald heb. Geen excuses. En wat hier gebeurt, is dat zijn oude identiteit wordt afgelegd. Petrus heeft berouw en de reactie van Jezus is indrukwekkend. Iedere keer als Petrus liefdevol en nederig in berouw antwoordt, zegt Jezus op zijn beurt, hoed mijn schapen, leid mijn lammeren. Hij wordt geroepen tot leiderschap. En weet je, binnen het raamwerk van Petrus' gedachte en identiteit om de beste te zijn, was dit niet mogelijk geweest. Had hij geen leider kunnen zijn. In de wereld slaat het nergens op, want je moet vol zelfvertrouwen en succesvol zijn. En hoe beter je bent als anderen, hoe beter je als mens voelt. De identiteit van Petrus is nu niet meer gebaseerd op eigen kunnen, op prestaties, op beter zijn dan anderen. Zijn identiteit is gebaseerd op genade. Op genade. En wie kan beter leiding geven dan degene die zijn eigen hart heeft leren kennen? Wie kan beter leiding geven dan iemand die vernederd is door de genade van God en tegelijkertijd door deze genade ook bevestigd wordt? En hoe meer je ziet hoe zwak je bent, hoe sterker je wordt. En dan volgen die woorden die we gelezen hebben, waarin de Heer Jezus beschrijft dat Petrus een gewelddadige dood zal sterven voor zijn geloof in Jezus Christus. En dat raakt mij het meest. Hoe Petrus God zal verheerlijken met zijn sterven, dat is het vooruitzicht van zijn leven. En dan staat er, en dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd heeft, zei hij tegen hem, volg mij. Weet je, als je een uitnodiging krijgt met bergen van beloftes en hoe succesvol en hoe bijzonder dat je leven zal zijn doordat je Jezus gaat volgen, dat heeft een ander karakter als dat de Heer Jezus tegen je zegt, dit zijn de kosten. Dit zijn de kosten. En dat is geestelijke groei.
Volg mij vanuit die genade te leven met hem. Voortdurend bij hem te zijn. Dat is geestelijke groei. Het begint niet met volg mij. Ik wil even kort een samenvatting geven. Het begint niet met volg mij. Het begint met een ontmoeting. Het begint met een nieuwe identiteit. Het begint met wedergeboorte. En dan gaat het verder met de openbaring wie Jezus is. En dat je dus zegt, ik wil tijd met u doorbrengen. Ik wil bij u zijn. Ik heb u ontmoet. Ik ben opnieuw geboren. Ik heb een nieuwe identiteit. Maar dan komt de vraag naar je toe, en die wordt ook vanmorgen gesteld. Hoeveel tijd breng je dan met hem door? Henk Binnendijk, die zei altijd, wat heb je met hem? Wat heb je met hem? En het is soms schrikbarend. Ik doe dat niet vanmorgen, maar het is schrikbarend. Henk deed dat wel, die had daar vrijmoedigheid in. En die vroeg dan, wie van jullie heeft deze week de Bijbel niet open gehad? En wie van jullie heeft deze week 10 minuten de Bijbel open gehad? Of wie van jullie heeft deze dag de Bijbel 15 minuten open gehad? Dan zul je niet de vraag kunnen beantwoorden, volg mij, wat het ook kost. Het begint natuurlijk bij die intieme ontmoeting en die vertrouwelijkheid. En dan gaat het over openbaring en zie je dat hij het lam van God is. En dan komt de vraag van, hoeveel tijd breng je dan met hem door? En als dat zo is, dan zul je op een moment kennen van volledige overgave en dan zeggen van, Heer, ik wil u volgen, welke consequenties dat het ook zal hebben. En het kenmerkende van deze relatie was dat Petrus zich veilig voelde bij de Heer Jezus en hij enorme lessen begon te leren, zodat hij van Simon Petrus zou worden. Hij leerde in die omgang met Jezus liefde, zelfbeheersing, mededogen, moed. En zoals ik ook al in het begin zei, die samenvatting van zijn leven is 2 Petrus 3 vers 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heer Jezus, van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Petrus groeide in genade. En vanuit de genade die Jezus hem liet zien over zijn eigen leven, werd hij een bijzondere leider. Hij groeide in kennis. Niet in wetenschap, maar in kennis. Kennis over Jezus. Ik wil heel graag met u naar een prachtig verwerkingslied luisteren. Kom maar naar voren, Johanne. Toen ik met Johanne de grote lijnen met de preek had doorgesproken om deze samenkomst zo voor te bereiden, toen stuurde ze me een lied en het ontroerde me, want het gaat over Petrus. En ik wil u echt vragen om tijdens dit lied in die stilte echt te overdenken, wat staat u nu eigenlijk? Heb je Jezus echt ontmoet als je Heer en Verlosser? Daar begint het mee. Het tweede is, als dat zo is, is er dan een moment dat je zegt, ja, ik wil ook echt met u een vertrouwelijke omgang hebben, Heer. En ik wil tijd met u doorbrengen. Voor die keuze sta je. En dan, als je daarin, dan hoor je ook die fluisterende stem. Als je dat hebt in je leven, dat je echt die vertrouwelijke, intieme relatie met Christus hebt, dan hoor je ook, volg mij. En dan wil je daar ook een antwoord op geven. Laten we luisteren en kijken of we naar de tekst lezen ook over dat lied wat Johannes zal spelen.